P.H. Winkels is een dichter en ook een heel bekende vertaler geweest. Hij is 35 jaar geworden helaas. Hij komt uit Hoensbroek en dat vind ik aan zich heel leuk. Veel mensen kennen hem niet, maar het is een werkelijk schitterende dichter. Kijken boeren vooruit, dan zien zij de kont van hun knol en verder niets. Maar wie hiermee op hen is uitgekeken, heeft het mis. Met onbeholpen gratie spitst de boer zijn tred. Hij wil zijn aarde niet meer dan nodig pijn doen. Hij heeft een eigen stem. En het is de stem van de generatie die geboren en getogen is in de jaren 40-50 en die in de jaren 60 de grenzen verkende en overschreed en in de jaren 70 een eigen bestaan probeerde te bouwen. En hij bouwde dat op als dichter, vertaler, verhalenverteller. Hij is een man die op het gebied van de kunst van alle markten thuis was. En hij schreef teksten voor popmuzici, Herman Brood, serieuze gedichten, liturgische gebeden. Hij vertaalde op heel hoog niveau. Hij schreef een autobiografie. Hij dichtte op hoog niveau. Hij deed dat allemaal tegelijk en daarbij nog 1001 andere dingen. Hij was dus eigenlijk iemand die 24 uur per dag volledig en intens leefde. En na dat een jaar of 18, 20 gedaan te hebben, ja, was het op. Maar hij is daarmee voor mij iemand die het als kunstenaar en als persoonlijkheid alles uit zijn leven gepuurd heeft. Maar het was kortstondig. Wat het is eigenlijk een soort concertvorm. Maar daarvoor zeg ik vorm. Het is een ander soort vorm van concerteren. Die componisten die allemaal hun eigen idioom hebben. De een toegankelijker, de ander extremer en feller. Maar dat vinden we net interessant om die dingen tegenover elkaar te zetten. En dan een inademend voorstelling te maken. Er zit ook belichting bij. Er zit projectie van fotomateriaal bij. Dus het is geen theatervoorstelling, maar wel een uitgebreid, bijzonder concert.